Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Doe Het Zelf Iedereen en hartelijk welkom bij een super mooie patroonsjaal. Ik heb hier een sjaal gehaakt met samengehaakte stokjes in een W-patroon variant. Zo'n heel licht kantpatroon zie je hierbij. Dit komt doordat ik hier altijd tussen de luchtlussen rondom de samengehaakte stokjes heb gehaakt en daar in de volgende rij dan verder ben gegaan. Super mooi en super knus. Ik zal jullie natuurlijk de wol nog wat beter laten zien. We hebben hier een garen met kleurovergang, eigenlijk met een patrooltint waar het allemaal begint. Dan is de draad opgebouwd uit 3 strengen waarbij telkens een draad wordt vervangen en daardoor ontstaat een heel mooi kleureffect. Dat zullen jullie natuurlijk allemaal nog eens wat beter zien. Ik wens jullie heel heel veel plezier. Laten we beginnen met de Mega Color Wol hier van Rico Design. Dit is garen met kleurovergang, 100 gram streng en je ziet dat de kleur naar buiten toe steeds lichter wordt. Het staat hier ook afgedrukt, dat gaat over verschillende kleurgradaties, waarbij telkens een draad wordt vervangen. De opbouw van deze draden bestaat dus uit 3 onderdraden. Dat zie je hier, denk ik, vrij goed. Ik heb het hier even lichtjes opgestrokken. Dus de draad bestaat uit 3 onderdraden en die worden geleidelijk aan vervangen door andere kleuren. Ik heb hier een wat donkerder blauw en 2 van de lichtere. En het begint allemaal centraal met alleen de donkere kleur. Ik hoop dat ik de draad hier zo goed mogelijk van binnenuit kan krijgen. De startdraad. Die hebben we hier, denk ik. Mooi. Ja, hier zie je ook nog eens hoe de draad dus drievoudig is opgebouwd. Hier eens. Ik ga hem ook nog eens recht afsnijden. Hij begint hier met een beetje uit elkaar te vallen en een klein stukje. Daar kan ik de haaknaald best bij missen. We hebben hier, zoals gezegd, 100 gram, 200 meter looplengte, 80% polyacryl, 20% wol. Voor naalden van maat 6 tot 7. Ik ga daarvoor de maat 6 gebruiken en de kleurvariant is nummer 29. Daar zijn verschillende kleurvarianten van, ook met verschillende tinten, bijvoorbeeld ook paars, roze en grijs. En laten we beginnen met de maat 6 naald. Ik heb hem weer opgepakt en ik begin nu echt met een veelvoud van 3 en 1 extra steek. Dus laten we beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dat is wat ik heb. 15 steken. En 1 extra daarbij. Je kunt ook een veelvoud van 3 berekenen en dan nog eens 4 toevoegen. Dus zoals het voor jullie gemakkelijker te onthouden is. Dus dan tel ik terug. 1, 2, 3, 4, 5 en steek in de 5e steek. Neem een lange lus, steek in, haal de draad door alsof je een stokje zou maken of eigenlijk een normaal stokje. Ik maak het ook door de eerste 2 steken af en neem dan een nieuwe lus. Pak de draad nog eens zodat ik dan 4 lussen op de naald heb en trek de draad nog eens door 2. Nu heb ik 3 op de naald. De beginselen van 2 stokjes en die ga ik nu allemaal tegelijk afmaken. Dus en dan ben ik hier klaar met het samengehaakte stokje of met de 2. Neem een luchtlus en doe hetzelfde nog een keer, maar dan op dezelfde insteekplaats. Door 2 omslag haal op, weer door 2, 3 op de naald en door alle 3 heen. Dus deze structuur heb ik nu 2 keer met een luchtlus ertussen. Dan laat ik de volgende 2 steken leeg. Het is ook vol genoeg in deze ene steek en ga verder. Pak een lus, 3 op de naald, door 2, door nog eens 2 op de naald. Steek in, door 2, door 3 op de naald en alle 3 afmaken.
Neem dan een luchtlus en doe hetzelfde nog een keer. 3 op de naald, door 2 omslag, steek in, door 2, 3 op de naald en alle 3 afmaken. Dus ik heb dit nu 2 keer gehaakt met 2 luchtlussen hieronder ertussen gelaten. En hierboven telkens een luchtlus ertussen. Dan weer insteken. Eerst een lus genomen, door 2, steek in, door 2, 3 op de naald, alle 3 afmaken. Neem een luchtlus en doe hetzelfde nog een keer. 3 op de naald, door 2, omslag, steek in, door 2, 3 op de naald en alle 3 afmaken. Een luchtlus nemen en hetzelfde nog eens doen. Dus ik heb dit nu 4 keer gehaakt en steek hier in de laatste steek en haak als afsluiting een stokje. Aan het begin heb ik 4 luchtlussen overgeslagen, een luchtlus als ruimte en 3 als vervanging voor een stokje. Dat heb ik nu aan het einde ook gedaan, een luchtlus en gewoon een stokje gehaakt. Dan ga ik verder met de volgende rij. 1, 2, 3 voor de hoogte, omdraaien en hetzelfde weer haken. Omslag, half afmaken, omslag, half afmaken. Dan hebben we hier 3 op de naald die samen gehaakt worden. Neem een luchtlus, steek in, 3 door 2, omslag, 4 door 2, nog 3 op de naald en 1 keer door de door en klaar. Neem een omslag, door 2, omslag, door 2, nog eens door 2, 3 op de naald, door 3 heen en 1 keer klaar. Omslag door 2, een omslag nog eens door 2, 3 op de naald, door alle 3 heen, luchtlus en door 2. Omslag door 2, 3 op de naald en 1 keer door en klaar. Dan komt hierachter nog een ketting van luchtlussen, een laatste stokje. En ik ben ook klaar met deze rij. Jullie zien nu echt heel mooi hoe het opgebouwd is. Hoe het hier allemaal in elkaar grijpt. Hoe het rond de individuele luchtlussen in de volgende rij wordt gehaakt. En dat ga ik nu zo voortzetten. De rijen beginnen altijd met 3 luchtlussen. En eindigen met een enkel stokje rond de luchtlussenketting van de vorige rij. En hier heb ik gewoon direct een heel stokje gehaakt aan het begin, maar dat kun je natuurlijk snel weer uithalen. Hier de 2 half afgehaakte, dan samengehaakt, de luchtlus en dan komt hier de volgende. 3 op de naald en samengehaakt en klaar. Dat haak ik nu nog 1 keer door en geef jullie dan weer een update. Dus, ik heb nu eenmaal over het hele donkere kleurgedeelte gehaakt. Ik heb hier alweer de 3 luchtlussen voor de hoogte gemaakt en je ziet dat de lichtere draad er nu bij komt. Er zit geen knoop in. Het is
een heel lichte overgangszone en dan heb ik de draad dus in een lichtere variant mee. Je ziet hier bij de drie luchtlussen is het nog helemaal met de donkere kleur en dan begint het nu met de nieuwe rij. Ik haak deze rij nog één keer helemaal met jullie mee. Hier haak ik het geheel dan weer samengehaakt af, neem de luchtlus weer door 2, omslag door 2, 3 op de naald, door alle 3 heen en dan gaat het verder met het volgende stukje. Door 2, door 2, dan door 3, luchtlus en weer door 2. Nog eens door 2 en dan door de 3. En dan zie je nu echt heel mooi het verschil. Ik heb er nu al 2, ik doe er nog 2, door 2. Omslag nog eens door 2 en dan door de 3. Dan nemen we de luchtlus en weer door 2. Omslag weer door 2, 3 op de naald, 1 keer door en weer door 2, weer door 2 en klaar. Luchtlus en weer door 2, nog 2, dan 3 en als laatste haak ik het stokje en de rij is klaar. En ik haak nu verder in de kleurcombinatie en geef jullie natuurlijk tussendoor nog updates over hoe het garen zich ontwikkelt. Dus beste mensen, inmiddels heb ik de sjaal echt tot ongeveer 150, 160 centimeter lengte gehaakt. En ik ga hem nu ook echt op deze lengte houden. Je ziet hier dit gekleurde gedeelte in een donkere petrooltint en hier dit lichtere gedeelte. Ze zijn ongeveer even lang. Daartussen heb ik deze stukjes waarin het afwisselt, waar hier een lichtere kleur is toegevoegd, hier een donkerder toegevoegd en ik heb nog een heel stuk garen over waar eigenlijk nog een heel lichte kleurovergang in zit. Maar dat negeer ik nu eigenlijk gewoon. Daar ga ik vast nog een ander leuk project mee maken. Maar deze sjaal wordt nu voorlopig afgesloten met deze twee gedeelten. Aan het begin dus in het donkere en aan het einde in het lichte. Waar ik dus de kleuren uniform heb gehouden. Ik vind het best leuk en het heeft eigenlijk ook een mooie lengte. Je ziet, de sjaal is ook vrij smal. Dus het is eigenlijk een mooie sjaal voor de lengte. En ook met een licht kantpatroon erin, verder van structuur heel interessant. Een beetje een andere variant dan een normale V-patroon. Met deze samengehaakte stokjes en natuurlijk het mooie kleurverloop garen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en plezier hebben gehad. Als dat zo is, dan laat een duimpje omhoog achter, abonneer je, activeer de bel en dan zien we elkaar de volgende keer weer bij Do It Self Ideeën. Doei!